Yo, dan kijk je mijn kanaal, oftewel Rotjog. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjog op YouTube. En welkom weer terug in het zo mooie Mindtopia en mijn mooie appartement in het Fantastic 5 gebouw. En ja, ik weet het, ik heb er nog steeds geen furniture eigenlijk. Ik ga binnenkort gewoon een bed kopen, ja. Ik moet even denken binnenkort een bed kopen. En dat gaan we zeker even doen. Vandaag heb ik even een leuke meeting met Gijs, een keertje, niet crimineels. We gaan gewoon lekker hebben over de Red Light District. Wat we ermee gaan doen en hoe we het gaan doen. Want Gijs en ik ownen de Red Light District. Ik heb wel alles betaald in de Red Light. En Gijs heeft natuurlijk zijn leveltjes gekregen omdat hij zoveel plots ownt. Maar hij is natuurlijk ook mede-eigenaar ervan. En misschien heeft hij leuke ideeën ervoor. Kijk, ik had één deal met Gijs gesloten. Het enige waarom hij mee zou willen werken met mij in de Red Light District. Het is heel simpel. Hij wou een drugskelder. Ik gaf hem een drugskelder. Dat hebben we nu. Dat heeft hij nu eigenlijk. Waar hij dus inderdaad knijterveel drakenvlees eigenlijk aan het maken is. Aan het kweken is. En nu ga ik eigenlijk met hem bespreken van, hey Gijs, wat zou je nog meer willen zien in de Red Light District? Wat gaan we doen om het uit te bouwen, om het verder te maken dan het al is? Het volgende niveau eigenlijk, het nieuwe bedrijf en wat we willen doen. Dan ga ik met Gijs bespreken. Ik denk dat ik hem vast wel kan vinden bij zijn maskerwinkel, want hè, daar is Gijs altijd. Dat is ook als een winkel, jongen, die shoppen, dat loopt als een tierenlier, jongen. Er komen zoveel mensen op af, die maskerwinkel. Het is echt een goud idee, gewoon echt een goudmijntje voor die gast, hoor. Ja, wij gaan er lekker naartoe. We zullen het allemaal wel zien wat ik ervan ga kunnen maken en wat we willen doen. Want ik heb zelf eigenlijk nog geen flauw idee wat ik hier allemaal wil neerzetten. Wat voor bedrijven hier zullen komen. Dus dat ga ik nu even met Lars met Gijs bespreken. En ja, volgens mij is hij hier, denk ik het wel. Hij is hier altijd, jongen. Kijk, daar staat hij al. Ik zie een kat staan, een roze kat. Daar gaan we. Tadaa, hi Gijs. Hallo? Ah, ja. Hallo Dylan. Hallo Gijs, jongen. What the fuck, jongen. Oh, nu zie ik een Lego hoofdje. Hoe is het, jongen? Heb je het gezien? Ik ben astronaut in mijn vrije tijd. Ah, ik zie het. Ik zie het. Wat leuk. Oh my god, is het je skin? Tada! Kom eens naar buiten dan. Oh, het ziet er te knap uit. Het ziet er knap uit. Hey Gijs, wat staat hier? Alle maskers kosten 5000 per stuk, alle maskers one of a kind. Wil jij een masker laten maken? Nu voor 7,5k je eigen masker. Oh, wat leuk. Maar goed, Gijs. Ja, vandaag heb ik met je afgesproken hier, we gaan even een meeting hebben over de Red Light District. Of, zullen we gewoon even naartoe lopen dan, ons mooie stukje is handen. Is wel makkelijk. Kijk, niemand weet nou dat ik het ben trouwens, hè. Een oude astronaut. Kijk, ik kan gewoon zeggen, ik ben een astronaut. Het ziet er zo stom uit, jongen. Ik vond wel iets hebben, zo. jongen. Alright, goed. Secret Red Light District, hier zijn we dan. Dit is, wat me is opgevallen, we hebben heel veel plots. En iedereen dacht toen echt van, wow, er komt superveel. En we zitten echt van, ja, we hebben nu een bar en we hebben een bedkantoor. En etenswinkel en... Dat was hem wel eigenlijk, ja. Ja, dat was hem. Tada! Dus... Red Light District! Ja, we zien er een beetje slappies uit, vind ik. Ja, vooral als je kijkt dat dit allemaal nog gewoon... Leeg is. Nagaan dat dit van ons is en er staat niks. Gewoon letterlijk niks. Niks. Dus we gaan kijken wat we gaan doen. Ook als je een kijker bent van mij nu de video kijkt. Hoi kijkers. Heb jij een vet idee voor wat we moeten maken in de Red Light District? Laat het even achter hier beneden in de comments. Ga kijken of ik het hier neer kan zetten. En als jij ooit je invite wint, hopelijk win je dat dan ook dan. Dan krijg je van mij het bedrijfje gewoon overnemen. En één ding dan ook. Kom niet met een idee aan. Begin een pillenwinkel of begin een maskerwinkel. Weet je iets, wat mist Mindtopia nog? Wat er gewoon niet is. Wat er gewoon niet is. Dus dat gaan we dat even, dat moeten we dan even regelen. Alright, Gijs, we gaan even... We gaan lekker buiten blijven. Wij mag iedereen het weten. Normaal gesproken gehad in onze shady... Nee, klopt. Weet je waar ik aan zat te denken wat je eventueel kan doen? Wat best veel mensen lichtelijk zoeken. Ja. Je kan appartementjes gaan doen. Dat is een optie. Daar was ik sowieso aan over denken. Dat ik volgens mij ook gezegd in mijn vorige video. Gewoon een paar appartementjes. En ze die gewoon hier neerzetten. Ja, want toen weet je het, ik had laatst ook al mensen die kwamen bij mijn ding toe en zeiden van, ja, hoe duur is een appartementje? En ik denk zo van, wat? Huh? Ja. Maar kennelijk zijn mensen toch op zoek naar een, niet zeg maar iets wat ze huren, maar gewoon wat ze zeg maar dan voor een bedrag kopen. Gewoon dat hun hockey is. Ja, dat ze gewoon erin zitten, gewoon voor altijd eigenlijk. Ja, totdat ze ooit denken van, ik ben klaar mee en ik ga mijn eigen huis kopen. Maar dan moet ik even kijken hoe, want weet je, deze plots hebben we gekocht voor 35.000. Ja. Dan moeten we nog een gebouwtje opzetten. Nou, uitgaande dit gebouwtje bijvoorbeeld is een kleintje.
van Wirco, het café, was 50.000 uiteindelijk heeft hij voor betaald. Ja, dan moet je twee mensen zien te krijgen die een leuk bedrag willen investeren. Dat ja, is het een beetje. Of we doen gewoon of twee appartementjes, zeg maar, in zo'n ding. Dat twee op gezondheid. Dat het twee appartementen worden in één zo'n gebouwtje. Of inderdaad dat ze twee moeten delen. Ja, dat klopt. Ja, dat of je hebt mensen die samen willen wonen en die nemen heel dat ding dan gewoon over. Precies, dat is van 70.000 en dan heb je het hele ding. Nou, niet eens meer, want ik heb 50.000 betaald en dan 50.000 voor een huis. Dus moet je iets van 100.000... Ja, maar dan wil iedereen al gelijk heel plot hebben. Dat is denk ik een beetje een probleem. Je moet gewoon een kamertje vuren. In het begin dan wel een beetje verlieslijden. Maar dan wordt er wel iets mee gedaan. Dan is er activiteit. Ja. Want de mensen die hier wonen, die gaan dan sneller een keertje gokken. Een biertje drinken. Tellig wat eten halen. En je woont op de Red Light District waar iedereen natuurlijk komt chillen altijd. Dus dat is mooi. Precies. Dus je moet misschien niet denken van, je wil het heel grof geld schrappen. Mm-hmm. Maar je wil gewoon een percentage van terug hebben. En de rest verdient zich wel terug. Uiteindelijk. Ja, wat ook een goede is. Moet je bekijken. Oké, waar ik het ook over dacht, is... een sportschool! Nee, oké, laat maar. Dat heb ik ook al gedacht. Maar wel, een sportwinkel, Gijs. Oeh, waar je zeg maar zwemschoentjes, dat je sneller zwemt. Schoenen met verschillende snelheden, dus 0,2% sneller, 5% sneller. Dus als je in één keer twee keer snel bent, die worden natuurlijk fucking duur, die worden gewoon 20.000. Maar ja, een klein beetje sneller, dus ook ietsje meer aan, die worden gewoon 5.000. Weet je, dat soort dingetjes, een sportwinkel. Dat hebben wij op zich eigenlijk nog niet, want alleen bij kledingwinkel kun je die gekke accessoires kopen, maar daar blijft het bij. Ja, dat is die. En wat ik zo misschien wil doen, nu het over accessoires heb, ook misschien gewoon inderdaad, wat heel veel mensen zeggen, gewoon een hoeden- en pettenwinkel. Klaar. Ja, dat kan. Een hoeden- en pettenwinkel, meer niet. Moet je alleen even Revé waarschijnlijk even overhalen, of die dat zeg maar zit van, nou, of je daar een dealtje mee kan sluiten. Ja, precies, weet je, want dan concurreer ik wel met haar, ik weet niet of ik dat graag wil. Maar ja, goed, weet je, ze heeft het zo druk de laatste tijd, dus misschien wil ze het zeg maar een soort van, weet je, wat neem jij dat deel maar gewoon over dan? Kijk, want even eerlijk, hè, dan hebben we dus, als een idee, hè, misschien als jullie kijkers een leuker idee hebben, dan kunnen we er zeer zeker wat mee doen, want we hebben, zoals je ziet, nog bijna 6 plots over. Nou, 6, dames en heren, 1, 2, ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plots over. Ja, maar luister. Ja. Hier komt dus twee appartementjes. Hier komen twee appartementjes. Mhm. Hier komt de vet coole sportwinkel. Hier komt de hoedenwinkel. 4 plots over. Echt? We hebben... Oh, wacht, ja, nee, de deze... Deze is van David. Ah, ik dacht dat deze ook nog een stukje van ons was. Die is van David. Deze van Malle Epi. Ja, Malle Epi. Malle Epi, dus... Ja, kijk. Hoor je het verschil? Jij zegt Malle Epi en ik zeg Malle Epi. Snap je? Oké, nee, stop dan. Ik snap het niet. Wat? Maar jij komt uit het noorden en ik uit het zuiden. En... Taalbarrière. Oké, in ieder geval. Dat is dus eigenlijk het plan voor nu. Dus het beste wat we doen is even nu BD Willy aanspreken. Echt 10% korting. Ja, dat klopt. Ik heb me er zoveel mee bespaard met heel dat appartement van mij, hè. Hoeveel heb je ervoor neergetikt, als je het wilt zeggen? Ik heb in totaal ongeveer 150 of zo. Ah, lekker hoor. Voor zeg maar alleen de verdieping erop. Lekker hoor. Nou ja, goed. Dan gaan wij even kijken. Vier of een... Wat ik sowieso wil doen is binnenkort even laten aanpassen, want dit ziet er niet uit. Ik wil dat het zeg maar aansluit. Dus dit ja, daar zat ik dus ook opschuiven tegenaan. En dan moet ik gewoon eventjes die appartementen... Nee, weet je wat je gewoon moet doen? Je moet dit gewoon doorzetten, zeg maar. Dus dit moet hier laat je een stukje aanbouwen en dit kan je doortrekken, zeg maar. Ja, dan moeten we even kijken met het bouwbedrijf wat we het gaan doen. Dat is ja, zo precies. Te regelen. Maar ik wil die appartementjes laten ontdesignen even door Willy. Wat vind jij? Back to back? Eentje hier, eentje hier of twee naast elkaar? Nee, gewoon eentje hier en eentje hier. Dat lijkt me denk ik wel leuk. Back to back. En in elke part, in elk plot, zeg maar, hier zitten er twee in en hier zitten er twee mensen in. Juist. Dus vier mensen kunnen we je kwijt. Ja, want dan hou je toch wel dat niet zeg maar, dat je van die, wat ik heb. Ik heb gewoon een beetje een XL startersplot voor mijn medewerkers. Maar ja, het kost ook niks. Dus als ze gaan klagen, ja, zet ik je per direct eruit. Dus ja, doe maar iets anders. Ja, ze hebben twee mooie huisjes, weet je wel. We mogen zelf binnen aankleden. Gewoon leuke appartementjes. Gewoon ja. Dat je... En je woont in de drukste straat van helemaal Utopia, weet je. Wat heb je te klagen, wat ik zou zeggen. Ja, precies. Het is niet dat je waarschijnlijk een crappy appartement uitstraling krijgt. Nee, dus. Als je er binnenkomt, is het net zo groot als ongeveer dit is. Wat het café. Dat is ja, fucking nou, huge. Dat is toch fijn. Weet je, misschien kunnen ze zelf delen. Boven de onderverdieping mogen ze zelf uitkiezen een beetje... Mocht je ik zelf uitvechten? Ik zeg gewoon één bepaald bedrag ervoor en mensen vinden dat leuk. Want
Heb je dat gezien trouwens? Kom eens mee. Nee, ik ga even kijken. Ik loop mee. Heb je die gekke flat daar achterin gezien? Ja, wat is dat? Ja, dat hebben ze... Dat zijn... of Ice Wars of zo? Ja. Die hebben dan weer zo'n iets geregeld en kennelijk hebben ze gewoon zo'n soort... De appartement, zoiets moet je het zien. Oké. Okay. En hun zijn helemaal al uitverkocht, dus ik denk, yo... Serieus, het is een appartementencomplex? Ja, daar kocht je zeg maar dan een appartement. Wat gek. Dus ja, als je vier mensen gewoon vindt die op zoek zijn naar wat meer dan alleen een 80-splotje. En natuurlijk in de rijkste straat van de server. Precies, dan heb je gelijk weer iets leuks. Kijk, daar. Nou, het ziet er ook echt fucking lelijk uit, ouwe. Ja, dit is echt gewoon een blok wat er neerstaat. Toch vooral omdat mensen erin wonen? Twee ver verdieping of zo? Wat? Twee mensen per verdieping? Zou ik heel veel kijken. Hebben ze de deur dicht gedaan eindelijk? Jo, hè? Wie hebben ze het, Gijs? Tinkerwinkie en Lala? Hoppakee. Gaan we. Maar normaal hebben ze altijd die deur open gehouden, dus dat snap ik niet. Dus even kijken, 1A. Het is fucking klein, gek! Ja, maar hun zeggen dat alles al... Even kijken, plotinfo. Ja, klopt, het is verkocht. Ik zie het aan de deuren. Het is op slot. Wat? Hoezo zou je hier willen wonen, man? Oh. Weet je wat we eigenlijk moeten doen? We kunnen Danny misschien... Al die mensen die hier wonen, die kunnen we ook wel een beetje pitchen van, hè? We hebben een mooier woningplaatsje voor jullie. Kijk, daar gaan we alweer. Waarom altijd als ik met jou iets doe, dan wordt het altijd sneaky, Gijs? Hoe kan dat? Geen idee. Ligt het aan jou of ben ik dat, of doen we het samen? Maar deze keer ligt het aan de astronautenskin. Nee, ik denk dat door de skin komt, ja. Ik denk dat iedereen me ook serieus gaat nemen als ik zo in de bank ga werken. Ja, precies. Van, hallo! Hallo! Ben jij Gijs? Nee. Ik ben, Wie Mr. Astronaut? Ik ben Willy. Space. Willy. Oké, mensen, nou goed, in ieder geval, dat zijn de plannen die we nu gaan doen. Dus we gaan twee appartementencomplexen bouwen. Ik vind het wel geinig, want we hebben het helemaal niet besproken. We doen het pas eigenlijk in de video zelf. Dat vind ik wel grappig. Normaal gesproken ga ik van tevoren een beetje pitchen naar elkaar. Dus twee appartementen... Gezondheid, weer. Twee appartementencomplexen. Ja, sorry, ik ga lichtelijk dood. Ah joh, het geeft niet. Het gaat om het feit dat... Hè, het is toch een video buiten roleplay om een keertje. Half. En één is dus twee appartementencomplexen. Eentje links, eentje rechts. Yes. Sportwinkel. Ja. En dus misschien de hoedenwinkel. Ja, nee, perfect plan. Gaan we doen. Nou, ik vind het helemaal mooi. Oké, dan gaan we dat even regelen. Goed mensen, in ieder geval. Vond je het een leuke video? En heb jij nog een hartstikke gaaf idee om achter te laten voor ons, Sido? Gijs, ik kijk even weg bij je. Heb je een goed idee? Laat het even weten beneden in de beschrijving natuurlijk, in de comments. God damn it. Laat me even weten beneden in de comments als je nog een leuk idee hebt van in Mindtopia. Van in de Red Light District. Laten we dat zeker even doen. Want dat zou ik hartstikke chill vinden. Vind je het een vette video? Doe even lekker een blauw duimpje achter omhoog. Want als jullie het super vet vinden deze video's. Want ik krijg nog steeds heel veel steun voor jullie. Hartstikke awesome. Neem een kijkje beneden in de beschrijving. Dat is dan namelijk het kanaal van Gijs van G-Typo de astronaut. Yeah, yeah. En ik zie je graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Later dan tot ziens en... Peace. Oh my, feels just like I don't...